Prentenplaat, zeg goedenavond. Prentenplaat, breng van begin. Want ik heb die zwakke lagen, keuzen veroverin. Prentenplaat, waar u op spanning. Prentenplaat, wat voor de zeer. Want de avond lekker lachen, smaakt elke paal van meer. Vanavond lekker lachen, het boek je vast moest zeer. Erwin Dennis van Kwal en Mans en Mina erbij. Tinus die is van Tuindorp en dan nog Oest twee bij. Ik heet de Hendergen. Ik kom van Brokerlaan. Ik heet de GCN. Ik kom van Gunnerzaal. En dan gaan we heen, jongens, dan ook allemaal even met klap, kom op! Prentenplaat, zeg goedenavond. Prentenplaat, blijf hard erin. Want er heeft u zwakke lachen. Keuzen, veroverin. Prentenplaat. Van u al spanning, Prentenplaat, wat volgen zeer. Want de avond lekker lachen, smaakt elke paal nog meer. Dan de avond lekker lachen, dat het boek je vast moet zeer. En met hier een conferentie, door een sketch of wat. Zo nou en dan een lied, daar word ik vast niet zat. Lachen, dat is gezond, dat doe allemaal een graag. God er de smalve zit, dan krie de volle lach. En nog één keer jongens, en nou allemaal op de tribune, hoor. Kom op, met jou! Prentenplaat, zeg goedenavond, Prentenplaat, wij gaan de wind. Want men heeft u zwakke lachen, keuzen overwin. Prentenplaat, waar u dan spanning. Prentenplaat, wat overzeer. Want de avond lekker lachen, smaakt elke paal dan meer. Naar de avond lekker lachen, het boek je vast boezeer. Goedenavond allemaal. Wij stoort stief van de zenuw. Dat is eerlijk hoor. En dat heeft nog niet eens zoveel te maken met ons optreden, want dat doen we vaker. Maar ik weet niet of jullie je dat realiseert, maar volgende week is het alweer zo wiet. Zover. Volgende week hebben we alweer geen stem. Nee, maar voor de mensen die het allemaal nog niet weten, willen we eigenlijk even een klein stemadviesje geven. En daar komt, wij hebben een week of drie geleden, hebben wij optreden voor een hele zaal vol met politici. Ja, en dat werd best gezellig, maar op een gegeven moment viel mijn oog op een dame die heel eenzaam op een stoel in een hoekje zat. En toen ben ik toch eens even met haar snitterd. Ik zei, nou mevrouw, wat zit u hier eenzaam? En ze zei, ja, dat komt. Ik ben de afgelopen week ben ik voor de vierde keer gescheiden. Ik zei, nou scheiden voor de vierde, zo al ben je toch nog niet, hè? Toen zei ze, nee, maar het ergste is nog wel, nou ben ik voor de vierde keer gescheiden en ik ben nog altijd maagd. Ik zei, nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, die meneer er ook niet. Hè? Die wisten er wel weg met, of niet? Maar in ieder geval... Nee, maar ik zeg, nou, eerlijk woord. Ik zeg, mevrouw, daar moet je me uitleggen. Toen zegt ze, nou, dat komt. Ik ben nou 4 keer trouwd geweest en altijd met een politicus. Ik zeg, nou, die weet toch wel van wanten, hè? Vooral die van de SP natuurlijk. Waar, maar... Nee, maar toen zei ze, nee, dat komt. Mijn eerste man, die was van het CDA en die draaide er alleen maar mee. Ze zei, mijn tweede man was van de P van de A en die kwam nooit eens to the point. Ja, zegt ze, mijn derde man die was van de VVD, hè? Maar die kunt de speerpunten niet vinden.
En toen zei ze, en mijn vierde man was van D66. Nou, zei ze, die deed echt zijn beste valeur. Maar ja, hij had de partij veel te klein. Ja, ik ben altijd hartstikke blieder als mijn Geesie er weer bij is. Mooi. Want dan kunnen we tenminste echt met het programma beginnen. Wij wilden jullie vanavond even wat vertellen, volk, over hoe ze buurden. Gedja en Dina van het Richelpool-team. Best volk is het, hoor. En je hebt er ook hele goede buurden aan. Hè? En het allermooiste is nog waar, wij kunnen er zo alle bassens veel met beleven. En daar zijn ik ook al van jongs af aan. Want in zijn jonge jaren moest Gert-Jaan al niks hebben van vrouwen en trouwen. Het leek wel een verstokte vrijgezel. Hij was alleen en bleef alleen. Maar ja, wij weten allemaal hoe of dat dan giet, hè. Daar neemt de naaste familie geen genoegen met. En zeker niet in zo'n kleine dorpsgemeenschap als de Hoeze. Op elke bruiloft kwam alle ooms en tantes om beurt op Gert-Jaan aflopen. Prikken hem even goed stevig met de wiesvinger in de ribbenkasten. En dan zien ze, en de volgende keren ben hij aan de beurt, hè. Nou, en dat begon hem goed te vervelen, hè? Uiteindelijk hebben ze dat wel af kunnen leren. Gert-Jaan is precies datzelfde gaan doen bij zijn ooms en tantes. Op begrafenissen. De volgende keer. Ja, misschien ook wel om van al het gezeur af te wezen, heffen uiteindelijk verkeringen kreeg met zijn Dina. En de allereerste keren dat het door in het hoes kwam, oh, dat was ook wel heel bijzonder. Ze kwam met zijn beiden de kamer inlopen en Gert-Jaan zijn oog viel op mooi handig klein krukje dat midden op de tafel stond. Hij pakte een ding op, bekeek dan al kant en zei, nou wicht, dat is nog eens een mooi dingie. Maar Dina zei, kijk maar uit, daar zit de as in van mijn vaar. Van schrik leurt het ding op de grond vallen en pleerden op de grond in duizend gruzels uit mekaar. De as van je vaar, vreugde liek bleek en Dina zei, ja zeker wel. Elke keer als den weer eens een sigaren op wil steken, is het de brood om even een asbakkie te pakken. Uiteindelijk zullen er ook trouwd worden. Ja. Maar dat is nog zo wat niet doorgaan. Want Gert-Jaan moest zo nodig een paar dagen voor het feest nog even een stukje landen ploegen met Peert. En net toen het erachter stond, trap dat beest recht achteruit en raakte hem midden in het kruis. Hals over kop heb ze hem nooit zien hoe ze hen bracht. En door werden er constateerd dat zijn hele... Zie hele zaakje, ja, dankjewel. Dat zie hele zaakje in het verband, mus. Ja, maar de bruiloft kunt er gelukkig wel om doorgaan, hè? Alhoewel de die om niet veel terecht is komen van dazen. Toen ze naar het feest in de bruidssuite kwamen, heb ze eerst de envelop maar eens lustrukken en geld telt. Ja, toen werd het tijd om ze goed te trekken. Dina leut bij haar zakken en zei, kijk eens, Gert-Jaan, helemaal nee. Heb nog geen kerels aan nazien. Ja, toen kon Gert-Jaan natuurlijk niet achterblijven, hè. Heel langzaam leurde de broek naar beneden glieden. En toen zei de kik is Dina, helemaal een nee, is nog nooit uitpakt. Na een paar jaar kregen ze een paar kinderen. Harm en Hillegie. En toen kinderen groter werden, bleek al gauw dat haar niet veel voort af aan zien vaar. Nee, dat klopt wel. Want het was in de zesde klasse van de lagere school dat de meester Grotebroek een dagje fort moest voor een vergadering van bovenmeesters. En door hem den dag werden vervangen door een zekere juffrouw Groen. Dan was juffrouw Groen zo'n echt ouderwets jufferstype, hè? Dat overal blide om kon wezen en ze vleug en fladderen de hele dag door de klasse hen, alsof ze de man was begonnen met leeg drinken van 10 blikjes Red Bull. Aan het einde van de schoolmiddag zei ze, wichten, nou wikt eens met jullie hem over de bloemen en de planten.
Wel van jullie kan een bloem of een plant nemen met één lettergreep. Ja, alle vingers vleugen de lucht in. Maar Appie zei, roos, juffrouw. Oh, zegt de juf, wat fijn, wat fijn, wat fijn. Nou, zei juffrouw Groen, dan is er ook vast wel iemand in de klasse te vinden die mij een bloem of plant kan opnemen met twee lettergrepen. Ja, en weer vleugen alle vingers omhoog, hè. Ja, en toen mocht Marietje het zeggen. Marietje zei, lelie, juf. Ja, en dat was ook goed. Juffrouw was blij. Zei, oh, wat fijn, wat fijn, wat fijn. En nu zegt ze, wil ik ook nog graag een bloem worden met drie lettergrepen. Ja, toen kwam er al niet zoveel vingers meer de lucht in. Maar uiteindelijk zei Jantje gladiool. Oh, zegt de juf, wat fijn, wat fijn, wat fijn. Nou, zei juffrouw, jongelui, dan gaat wij het nou wat moeilijker maken. Is er misschien iemand in de klasse die mijn bloem of plant kan opnemen met vier lettergrepen? Ja, toen kwamen er nog maar drie vingers de lucht in. En uiteindelijk zei Treesje van rhododendron. Ja, dat was ook goed, hè, juffrouw. Oh, wat fijn, wat fijn, wat fijn. En nou, zegt ze, om het helemaal spannend te maken, wil ik er nog een uur met vijf lettergrepen. Ja, toen bleef het heel lange stille in de klas. Totdat Harm zijn vinger opstak. Hij zei, geslachtsgemeenschap. Wat, zei de juf, dat is toch geen bloem of plant? Dat klopt, zei Harm. Maar wat fijn, wat fijn, wat fijn. Als er één ding is waar Gert-Jan hekel aan heeft, is dat belastingdienst. Ik kan hem er geen ongelijk in geven. Nee, ik ook niet. Want dat stamt nog uit de tijd dat elke ondernemer in Nederland één keer in de paar jaar controle kreeg van een ambtenaar van de directe belasting. En die ene keer, ik moet het ook eerlijk zeggen, die ene keer heeft Gert-Jan er ook absoluut geen geluk met had. Terwijl hij dacht dat alles zo mooi en net iets voor elkaar had, dacht die belastingkerel er al aan over. Overal liggen een solde op. Overal hadden we om aan te maken. Overal zagen we erachter. Toen ze met zijn twee beiden over de deel lopen, toen begon die belastingkerel zo ineens uit niks, begonnen zo op die koeien te wijzen. Hij zegt, dat heu, hè? Dat heu wat die beesten daar nou niet op vreet. Wat doe je daar nou met? En wat moet je daar als boer nou op antwoorden? Gert-Jan zei, nou ja, dat veegt wij allemaal bij elkaar. Dat stoppen wij dan in grote tunnen. En dat stuurt wij dan terug naar de Boerenbond in Assen. En daar kregen wij dan weer nijheuven. Ja. Toen zit kippenhok kwam, zei die kerel. En al dat voer wat die kippen verknooit, wat doe je door dan met? Oh, zegt Gert-Jan, dat veegt weer bij elkaar. Stop weer in een grote tun. En dat stuurden we naar het Boerenbond en dan kregen we weer nijvoer voor. Uiteindelijk kwam ze terecht in de varkensschuren en dorste net de veearts de jonge biggen te kastreren. Maar die belastingkerel wist niet van opholen, hè? Nee, hij stond dan weer te wiezen. Hij zegt, dat dan, wat die kerel er allemaal uithaalt, wat doe je door dan allemaal met? Nou ja, zegt het Jan, dat vegen wij allemaal bij elkaar, hè? Dat stoppen wij dan in grote tunnen. Ja, en dan sturen wij dan terug naar de Boerenbond in Assen. Oh ja, zei die belastingkerel. En wat kreeg door daarvoor terug, hè? En Gert-Jan, die keek maar en zei, nou, vandaag heb ze je gestuurd. Nou, bid Gert-Jan en Dina niet van die uitgangstypes. Maar één keer in het jaar gemaskerd bal van de plaatselijke carnavalsvereniging, dat wil ze voor geen goud missen. Nee, het is alweer een aantal jaren geleden dat ze samen helemaal in pak, kant en kloor stonden voor het grote feest. Hij in zijn broene berenpak, zij in haar bananenpak, toen Dina ineens last kreeg van alabassende pien in de kop. Ze zeggen, ja, mijn jong, daar wordt helemaal niks meer vernoemd, hoor. Weet je wat, ik kan het beste maar op berg gaan liggen. Ga even op maar alleen. En dat heeft het dan. Maar toen Dina een paar uur later wakker werd, leek de kop zeer wel over te winnen. Ze dacht, weet je wat,
trekken heel aan de kostuum aan, zetten heel aan de maskertje op en zagen ze hem kijken of Gert-Jan zich wel werd te gedragen. Toen ze het balzaal inkwam, zag ze het al. Gert-Jan stond zich in zijn broene berenpak allemachtig goed te slopen bij alles wat vrouw was. Ja, maar toen de nieuwe bezoekster in de gaten kreeg, toen is ze meteen op haar afvleun en hij was ook niet meer bij haar weg te slaan. Nee, een hele poze heb ze samen staan te dansen. En toen zo ineens heeft Gert-Jan zich ver overbeugen. En toen heeft Dina wat in het oor flusterd. En Dina knikt ook meteen brouw van, ja. En daarom bent ze samen hand in hand naar boeten en lopen. En wat toch gebeurd is, hè? Daar kunt je beter maar niet over hebben. Vlak voor 12 uur, toen tijd werd om de maskertjes te laten zakken, is Dina er van deur gegaan. Gewoon naartoe zijn, dat de pyjama aan en is ze op de bank voor de televisie op Gert-Jan gaan zitten wachten. Een half uurtje later kwam Gert-Jan ook thuis en Dina vroeg meteen zo onschuldig mogelijk, hè? En Gert-Jan, schrik had! Maar Gert-Jan brom van nee, helemaal niet. Nee, zonder roe is er geen barst aan haar. Nee, ik had binnen een half uurtje bekeken dat ik ben met Dirk van Bult en Arie van Toeten naar het café Hennewest en daar hebben wij samen staan te biljarten. Is er dan niks bijzonders gebeurd, Sidina? O ja, dat nog wel, zeg het Jan. Buurman Rensing, waar hij zo'n hekel aan hebt, dan heeft de avond van zijn leven gehad in mijn broene berenpak. Ja, we hebben het wel eens vaker verteld, maar een jaar of wat geleden heb ze de boerderij aan de kaart gedaan. En ondertussen bindt hun beide kinders met hun gezin emigreerd heel naar Amerika. Het was zo rond 15 december vorig jaar dat Gert-Jan en Dina rond de keukentafel wat zaten te lezen. Midden op maand greep Gert-Jan de telefoon en belde naar zijn zoon in New York City. Hij zei, hallo Harm, hier je vader. Ja, mijn jong, het spiet me geweldig, maar ik heb niet zo'n mooi bericht voor je. Tussen je mam en mij giet niet meer zo als het gaan moet. En ja, de koek is op, de rek is eruit en ik heb besloten van haar te gaan scheiden. Harm den schrok zich een hoedje. Hij zei, vader, scheiden? Na 54 jaar huwelijk? Zoiets, dat doe je toch gewoon niet? En hoe is dat nou zo kom? Maar Gert-Jan zei, nou jongen, ik wil er verder helemaal niet over praten. Het is zoals het is en het is niet anders. Mijn besluit staat vast, ik haal het er met op. En als hij mij nou een plezier wil doen, hè, zou je dan even willen bellen met je zuster in Dallas, want het bespoort mij de pien van nog eens een keer het hele verhaal te moeten uitleggen. Nog een kwartier later ging de telefoon bij de Rikkepaaltjes. En haar Gert-Jan zijn dochter aan de draad. Ze zei, vader, wat heb ik nou toch gehoord? Wat doe je ons nou toch aan? En doe nou niks voor je later spiet van krijgt. Ik heb met Harm overlegd. En midden volgende week nemen we met ons beide gezin het vliegtuig naar Nederland. En eind volgende week ben ik bij jullie in huis. Daar moeten toch als grote mensen over kunnen praten. Gert-Jan zei, nou ja, als het voor de kinderen zo belangrijk is, dan beloof ik dat ik dat nog even af zal wachten. Toen een telefoon neer had gelegd, toen keken ze een Dina aan. Hij knikte eens een keer en hij zei, nou wicht, het is lukt hoor. Ze zijn allemaal thuis met de kerstdagen. Mooi! Mooi! Maar. Ik ben Tinnes. En ik ben de boerenknecht bij Gerrit en Trees op de boerderij. Ja, mijn vader was ook boerenknecht, ja. Dus dat van jongs af aan was boerenleven het spul waar alles om draaide. Zelfs op een school hadden wij het erover. Want zo kregen wij van juffrouw Knoop de opdracht om aan onze ouders een waar gebeurd verhaal te vragen met moraal aan het. De volgende dag vroeg juf en wie heeft zijn opdracht gemaakt? Dat Marietje die stak met 10 vinger op.
En ze zegt, juf, mijn vader is een echte kippenboer. En tiet hij terug, Remi va met een grote maat met eieren naar de markt. Maar hij had die maat met eieren op achterbanken van auto zet. En toen er plots met rem, vul hem die maat om en rond hem alle eieren kapot door een auto. Dat is een mooi verhaal, zei juf Knoop, dat is een mooi verhaal. Maar wat is daar dan van moraal? Ja, zeg Marietje, stop nooit alle eieren in één maat. Toen was Theo aan de beurt. En Theo zegt, juf, mijn vader is ook een boer. En mijn vader die vindt dat er wat weinig kip maakt rond de boerderij. En daarom heeft mijn vader 50 eieren in de broodmachine gelegd. Maar ja, van die 50 eieren bent er uiteindelijk maar 38 uitkomen, juf. Dat was ook een mooi verhaal, joh. En juf zegt, nou Theo, en wat is daar dan van moraal? En hij zegt, Theo, telt je kukens pas als je uitbrood bent. Juf moest ze wat klappen, hè, van zoveel wie zei het. Maar ja, toen keken ze mij aan. En juf die zegt, Tinus, heb jij ook zo'n verhaaltje? En ik zeg, ja, zeker zwee, juf. Alleen, dat is net even iets aans. Want ik heb een tante Annie. En die is beroepsmilitair. En die heeft voor het Amerikaans leger Australië aangebrood, boom Irak vechten. Maar nou is er vliegtuig boom vijandelijk gebied neerhaald. Dat tante Annie is er uitsprong aan parasuta. Met slechts één fles whisky, een mitrailleur en bajonet bij zich. Toen tante Annie aan parasuta heeft ze die hele fles whisky maar eens in leegdrang. Maar toen ze landde, landde ze tussen 100 vijandelijke soldaten. De eerste 78 heeft ze zo neergelegd met mitrailleur. En de rest heeft ze omgebracht met een bajonet. Liek bleek, keek een juf mee aan en ze zegt, Tinus, zit er ook een moraal aan dat verhaal? Ik zeg, ja zeker zwaar juf. Je kunt met tante Annie maar beter geen ruzie kring als ze dronken is. Ja, juffrouw Knoop hebben wij niet zo lang gehad op school. Nee, juffrouw Knoop was eigenlijk een invaljuf. Maar ik weet nog best, jong, dat de eerste keer dat ze bij ons op school kwam, hè, toen vroeg ze aan ons morgens, wat of als wij met meuk op weg in school, want dan kunnen ze wat beter kennis met ons maken, ja. Dat ik stak meteen die vinger omhoog. Ik zeg, juf, ik loop elke dag van Tundorp Rakboon naar school. En dat is een lange weg. Links van mij hek dan weiland met een stier erin en rechts hek dan weiland met een rood motor. En een zwart mondekoe erin. Maar sprung vanmorgen toch ineens die stier over de afrustering. Bied die twee koeien neer. En toen sprung die stier achterop die rood mondekoe. Oh, zegt juf Tinus, dat zeg je verkeerd. Maar dan wil ik hem. Hij zegt, die stier heeft die rood mondekoe verrast. De volgende morgen had juf precies dezelfde vragen. Dat ik sta klik die vinger weer omhoog. Ik zeg, juf, ik loop elke dag van Tundorbrakmoor naar school. Dat is een lange weg. Links van mij hekt een weiland met een stier erin en rechts hekt een weiland met een rood motor en een zwart motor koe erin. Sprung vanmorgen toch ineens die stier over de afrastering bij die twee koeien neer. En toen sprung die stier achterop die rood motor koe. Ho, 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 zei juf Knoop, ik heb jou gisteren ook al gezegd, Tinus. Dan zeg je, die stier heeft die rood motor koe verrast. Dat de derde morgen dacht juf, weer wat jongens, ik probeer het nog eenmaal. Ze zegt, Tinus, hij vanmorgen nog wat met me? Ik zeg, ja zeker, want ik loop elke dag van Tundorp Rakboon naar school en dat is een lange weg. Links van mij hek dan weiland met een stier erin. En rechts van mij een weiland met een rood motor en een zwart motor koe erin. Sprung vanmorgen toch ineens die stier over de afrastering bij die twee koeien neer. En toen heeft toch die stier die rood motor koe verrast. Goed zo, zeg juf Tinus, dat hij mooi zegt. En waarom heeft die rood motor verrast? Ik zeg, hij sprung achter op die zwart motor. Sinds ik dus van school af ben, werk ik dus bij Gerrit en Trees op boerderij. En dat boerderij is dit mooi rustig achteraf aan zo'n smal landweggetje. Nou ja, ik moet eigenlijk zeggen, stunt. Want sinds ik koevoorn overal van die verkeersdrempels aanlegd heb, hè,
is er van dat volk dat denkt dat het haast heeft. En dat scheurt nou met vol gas bij ons over de straten. En daar komt niks goed van. Binnen de kortste keren zaten wij met de brak. Dat was ons namelijk een kalflessenbrak. Die was ons de straat opgelopen en is aanrein door de motorrieder. Dat dier was meteen mas dood. Nou was die motorkerel wel een fidele kerel, hè? Maar hij zette zijn motor aan de kade en loopt op Gerrit. Hij zegt tegen Gerrit, wat is de waarde van dat dier? Dat Gerrit zegt, oh, ongeveer €200 is het nou wat waard. Die motorkerel die pakt een gliek zijn checkboek, wat begint te schreeuwen. Toen krabbelt Gerrit, zegt toch maar eens even achterdoor. En hij zegt tegen die motorkerel, ja maar wie wat als het is, jong? Als dat kalf nou is, was blijven leven, hè? Dan had er over een jaar of 8 wel €900 waard was. Dat €900, dat lijkt mij nou de juiste prijs. Nou, zonder blikken of blozen schreef die motorkerel een cheque uit en overhandigde die aan Gerrit. En zei, kijk eens aan, boertje. Hier heb jij een cheque van €900. En over 8 kun je meer leven. Maar ondertussen, en dan zaten wij nog steeds met dat gescheur bij ons over de straten. Dat waren nog niet afgelopen. Dat ik ben daar persoonlijk maar eens even over gaan klagen bij de gemeente. Oh, en dat volk dat beloofde er direct wat aan te doen. En een paar weken later stond er een bord. Vaart minden, spaart kinderen. En wat denk je? Tult niks. Wat? Ze kwamen nog harder aan voorbij als daarvoor. En er was zelfs zo'n reze bijwest met zoveel moed. Die hadden met een viltstifter onderaan het bord geschreven. Als jullie elkaar in bed wat zouden meden, konden wij gewoon met plankgas blijven rijden. Of op zijn plaats, als hij in berg wat rustiger aan doet, had daar geen body hem te staan. Dat ik op hoge poten terug in de gemeente. Ik zeg, daar moet je wat aan doen. En ze beloofden er meteen weer wat aan te doen, hè? En weer een paar weken later stond er een nijbord. Langzaam rijden is ongelukken vermijden. Ook dat hulp niks, hè? Dat ik weer terug naar die gemeente, hè? En die kerel zat met de hand in het haar. Dat ik zeg tegen die vriend, ik zeg, zal ik eens even zo'n body proberen? Hij zegt, je gaat je gang maar. Nou, 3 dagen later hakt voor elkaar. Ze gaat er nou aan voorbij als makkers gaan. Ik heb er een bot neerzet, langzaam rin. Nu is een camping. Als boerenknecht, hè, kan ik het ook bijzonder goed vinden met buurman gezinnes. Ja, wie beide, hè? Wie kunt mirakels met z'n tweede overweg, jong? Alleen gezinnes kan niet zo best met zijn vrouw. Nee, dat komt, die twee, die bent met elkaar trouwd, omdat dat van al de smus. Dat van liefde was geen sprake. Maar een dag, voor een huwelijksvoortrekking, komt Truisvaar met een rode kop bij een dominee en zegt, eerwaarde, nou is het mij toch ook wat. Nou heb ik dat bruidspaar 2 koeien beloofd als bruidsgaat. Maar dan heb ze vannacht 1 van die beide koeien stil. Dat die dominee zegt, kerel, die maak ook toch niet zo druk, jong. Maar weet je wat het is? Het is bruikelijk dat een vader van een bruid aan het begin van het huwelijk eerst 1 koe van de bruidsgaat betaalt. Waarop Truisvaar zegt, dat is nou net het probleem. Want die koe heb ze vannacht stil. Het was al die wat met die beiden, man. Zo op een gegeven moment komt gezinnes ook bij een psycholoog. Ja. En gezinnes die gieting over die vent zitten en zegt, ik ben bang dat mijn vrouw mij probeert te vergiftigen. Dat die psycholoog die zegt, jongen, dat beeld je weer, zo fout zal toch wel niet gaan. Maar gezinnes die heel voet bij stuk, hè. Dat in het lange lessen is, die vent die heeft me zijn voorsteld om met gezinnes zijn vrouw te praten. 3 dagen later kwam gezinnes daar weer op spreekuur. En die psycholoog die zegt in gezinnes, jong, ik heb wel 3 uur lang met je vrouw over die hele situatie aan het praten geweest. En ik kan je nou maar 1 tip geven. Als ik zo'n vrouw had, hè, dan zal ik alles gewoon opeten. Ja,
Zomaar trui op een gegeven moment ook naar het ziekenhuis voor een kleine operatie, hè? En de volgende morgen kwam Gesines daar op een ziekenbezoek. Maar toen Gesines daar aan het bergen stond dokter Drok. Dat trui die vraag aan dokter. En dokter, hoe zag ik er van binnen uit? Dat die dokter zegt, weg, je was hartstikke mooi van binnen. Je was prachtig. Dat Gesines vroeg, had je dan niet binnen de buiten kunnen keren? Zo komt trui ook een keer thuis van boodschappen doen. Vindt ze haar gezien is met een wicht in bergen. Dat trui die wordt des duivels, die schul als een bootwerker. Dat gezien is denkt, moet wel in Mutling, hè? En gezien is loopt op zijn trui aan en zegt, ik heb wicht gevonden in het bouwland. En ik kan er ook niks aan doen dat ik opvoed ben om behoeftigen te helpen. En daarom heeft wicht met nu in huis. Hij zegt, en thuis heb ik u er eens in een paar kleren aangegeven die jij toch niet meer dragen wilt. Hij zegt, en daarop heb ik er ook nog een paar schoenen aangegeven die jij ook niet meer aan wil doen. Toen heb ik het kliekje van gisteravond nog even op laat eten. En toen dat weg het kliekje van gisteravond op had, toen vroeg ze aan mij, is er nog meer in huis waar je vrouw geen gebruik van maakt? Ja, zo bij zijn bergen beland. Het probleem heeft zich ondertussen met die beiden vanzelf opgelost. Want vorig jaar, toen gezien is druk bezig was op bouwland, kwam trui hem zijn eten brengen. Ja, en van veraf aan begon ze alweer te vinden en te doen. Hè. En of dat alle Belgische peert van gezien is door nou van schrik, of dat het door een hasselen werd beten. Maar in ieder geval sleug die knol met twee poten recht achteruit. En laat de trui nou maar doorhouden. Ja, de hele buurt was wel op de condoliaanse. En daar zag ik toch wat raars, jongen. Want elke keer had een vrouw gezien als een haan gaf, dan knikken met de kop van ja. Maar zo gauw had een kerel om een haan gaf, jongen, dan schudden met de kop van nee. Toen ik aan de beurt was, ik zeg, gezien, wat is dat dan toch al? Hij zegt, dat zal ik je vertellen. Hij zegt, elke keer had een vrouw mee condoleerd, dan zegt ze allemaal, wat ligt ze er mooi bij. Oh, dan knik ik met de kop van ja. Ik zeg, maar hoe zit dat dan met die kerels, jongen? Hij zegt nou, elke keer als een keel mijn haan geeft, dan vragen ze allemaal direct, als ik dat peert ook wil verkopen. Kwam na de tijd ook nog eenmaal aan de praat met de begrafenisondernemer, jong. Oh, die keel die klang. Hij zegt, vorige week hek maar 8 klaar naar. En daarvan hekte dan 4 begraven en 3 cremeerd. Ik zeg dan, tel ik maar zoon. Hij zegt, dat klopt hè. Want die laatste, dat was een raadslid van GroenLinks. En die wil van alle geweld in biobak. Ik kwam gisteren nog geen bie gezien is, jong. Ik zeg, nou gezien, nou woon je helemaal alleen in deze grote boerderij. Hè? Ik zeg, nou zal van het eten wel niks meer wezen. Dat zal wel patat wezen, of een pizza, of van een Chinees. Hij kijkt me eens en hij zegt, Tinus, bij wie ze, jong? Bij wie ze? Nee. Ik kook zelf, zeg gezien. Ik zeg, oh, ja, zeg. Vandaag heb ik me daar nog eens een lekker sudderlappie klaarmaakt. Hij zegt, ik heb hem heerlijk in de pannen gelegd. En daar kreeg ik 2 grote glazen jenever bij dan. Dat ik nog eens een flinke scheut cognac bij gooit. Dat alles heb ik nog eens even op smaak bracht met een halve fles rode wijn. Dat heb ik eens even laten zitten. En toen het bijna klaar was, heb ik het allemaal nog eens even afblust met een flinke scheut whisky. Ik zeg, kerel, dan proef je toch glad niks meer van een stukje vlies. Hij zegt, Tienes, dat klopt. Oh, maar ja, de schuurmoenpruim, die was toch wel zo lekker. Jongens, tot dommie, hè? Dansen, maar dan is het al voorbij. Ja, drie verhaal je
komt tot u en komt